En er is dan Miljan Manhoef. Zijn basisdebuut speelt natuurlijk omdat Vitek geblesseerd is. En dat is wel een aderlating voor Vitesse. Vitek, onder andere afgelopen weekend tegen PSV, heel belangrijk. Vrije trappen, corners, die kwamen allemaal van Vitek. Brondheel is de keeper bij Willem II, Jan-Arie van der Heijden. Speelt tegen een van zijn oude clubs, Leek, afgelopen weekend. De winnende treffer te maken in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Op het einde schoot hij de bal erin voor de ploeg van Adrie Koster. Alleen er scheen iemand buitenspel te hebben gestaan, hinderlijk buitenspel. Zodat die goal niet doorging. Het werd geannuleerd op aanwijzingen van de VAR. Het was Holmen die de baan van het schot zou hebben gestaan. En bij Vitesse dus de ploeg van deze Thomas Letsch. Ze staan met evenveel punten als Ajax boven. Alleen 1 heeft Ajax een iets beter doelsaldo, maar dat zal er niet verbazen. Geen Tanane. Schorsing is uitgezeten, maar hij is positief getest op corona. Ja, geen Tanane, geen Vitek. Dat is wel wat. 3 centralen bij Vitesse, dat kennen we. Dan kijken hoe ze dat dan gaan oplossen met de 3 aanvallers van Willem II natuurlijk. Bal scherp de 5 meter in. Opgeraamd daardoor Tronstad. Overtreding. Door Owusu. Ja, Openda. Ik vind dat daar een kaart had getrokken moeten worden en dat gebeurt dan ook. Helemaal achterin, daar de kopbal, keeper Brondheel heeft hem, vlag gaat omhoog trouwens, dus dat Rasmussen die bal binnen friemelt. Doet vervolgens niet de zaken, daar gaat de vlag al omhoog. Tresor, Pavlidis, links Keun. Keun met het schot, ja. Pasveer houdt tegen. Pas met dan wat ver van de handen af. Maar hij heeft zich snel kunnen herpakken bij dit schot. Valt hij dan een beetje? Ja, enigszins. Broja. Met Peters. Broja. Huisman in de 16. Openda randje van. Dit is Touré, de bal klaarleggen. En dan is dit een vrij matig schot. Rijden. Tresor, Nunnally. Nunnally er langs bij Rasmussen. En Manhoef houdt in. Bal teruggelegd. En dan net niet voor Tresor. Tresor nog een keer voor. Manhoef komt weg. En dan in één keer op de pantoffel. En pas weer doet die bal de zijkant. Richting de zijkant. Sterke momenten. Voor Willem II. Jay Nunnally. Balletje terug. Tresor heeft hem dan net niet. En dan het schot van Jonk. Wordt het gezicht weggeslagen door Pasveer. Keun. De 16 in. En Nunnally kwam er niet aan. Tresor. Slingert hem voor. Oh, en een goal. Prima gedaan. Mooi bij die eerste paal neergelegd. En Nunnally met de openingstreffer voor Willem II. Na voorbereidend werk van Tresor. En Nunnally kon ook wel weer eens een persoonlijk succesje gebruiken. Want hij en Keulert, bij de buitenspelers, hebben al een maandje of 8 geen doelpunt gemaakt of een assist op hun naam geschreven. En zo komt Willem II dus op een 1-0 voorsprong. Keeper komt. Stompend met 1 vuist. Nog gaat Willem II om eruit te komen met 3 man. Natuurlijk is de snelheid in de ploeg. Nunnally, Manhoef tegenover hem. Pavlidis. Van der Heijden. Keulert. En het schot van Keulert mag nauwelijks die naam hebben. Openda, Broja mee. Broja wordt niet aangespeeld. Jordan Speters zit er goed tussen. Dat is wel een van de kwaliteiten van Vitesse. De snelheid die ze voorin hebben.
Darfalou nog op de bank. Is een omschakeling. Kunnen ze ook. Zeer wel goed terecht. Corner van Bazour wederom. Rasmussen en Datouré. Maar die komt naast. Hoekschop. En Touré daar toch tegenover een Willem II'er stond. Die een kop kleiner was dan hij. Manhoef. Daza komt, maar die wacht af wat Keun doet en is dan nu rechts achterin volkomen gezien. Keun en Keulert. En de bal scherp voor Pavlidis niet. En Rasmussen zat er nog even aan. Maar ja, Vitesse kan aardig in voorwaartse richting versnellen. Dat kan Willem II natuurlijk ook. Huisman. Zag Openda vertrekken. En ja, er zitten de twee van Willem II niet echt lekker bij. En dus is alsnog Openda. Touré. Openda. Rechts Daza of het schot van Openda. Pasveer richting Openda. Openda in duel met Peters. Holmen. Broja. Probeert daar doorheen zich te worstelen. Openda met de kans. Geweldig hoe Peters zich daar weer voor stort. Met Plu, Adrie Koster. En hij zonder Plu. Op een of andere manier zie je kale mensen wat minder vaak onder een Plu schuilen. Bazour. Lepelt hem richting William Manhoef. Keulert, ja, zijn linkspoot. Kan dus schieten. Was weer een tweede instantie. Een derde instantie. Het schot van Keulert. Wat kennelijk lastig was. Owusu. En hier weer Keulert. Ja, kopbal Pavlidis. En de redding van Pasveer. Daza. Openda. Ja, die valt binnen. Openda met de 1-1. Nou ja, gaan we zeggen dat het een bewustie was. Zoveel wind staat er niet, maar deze waait wel binnen. Met Openda's derde van dit seizoen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een heel slechte voorzet. Maar ja, deze valt bij de tweede paal binnen. Daza. Holmen. Oeh, is dat Hens of niet? Touré heeft het balbezit. Manhoef. Het zag er wat onhandig uit bij Holmen. En daar Huisman! Ja, is dat toch een paar keer vet gevaarlijk daar. Dat leek op Hens. En ja, dat was gewoon Hens. Het was al buiten de 16, denk ik. Manhoef. Dat was zo blij voorin. Daar is het. Oh, bro, ja, wat een goede goal is dit, zeg. Wat een goede goal is dit. En de beide spitsen. Openda en Broja. Laten zien waarom dat ze daar voorin staan. Maar dit is prima uitgespeeld. En snel en zeer kundig geschoten door Broja. Daza. Scherp voor Broja bijna. En dan is deze voor Buitink. En dan Openda. Een soort van kopkans. Echt niet bij Doekie. Maar is Willem II al uit de problemen? Ja, nu wel. Bazour.
Toch is hij voor Pavlidis. En nu zijn ze met z'n tweeën. Pavlidis en Nunnally. Pavlidis rechtdoor. Oh! Nou, daar heeft pas weer mazzel. Op het moment dat Bazour daar gezien is, is dit de kans voor Pavlidis. En alle geluk van de wereld voor Pasveer daar. Zaglam. Pasveer. Zaglam. Keun. Wat wild voor! Ja, als een ene mislukte voorzet een doelpunt kan worden, kan een andere mislukte voorzet natuurlijk ook best een goal worden. Huisman. Buitink. En daar. Oeh, geweldig die bal geraakt. Patrick Vroeg. 1-3. Goh. Geweldig geraakt. Was Vitesse beter? Jazeker. Was Vitesse beter. Maar had Vitesse ook over geluk niet te klagen? Waar ze hier natuurlijk via Huisman op 1-4 hadden moeten komen. Wat een kans. Maakt hem volkomen verkeerd. De Tilburgers blijven wederom met lege handen achter blijven staan op 1 zege dit seizoen. En Vitesse blijft gaan als de brandweer. 18 uit 7. Dus tevredenheid troef bij Letch en de zijnen.